President Chandrika Prasad Santokhi wil diaspora-kapitaal naar ons land halen. Dat zei hij afgelopen donderdag op een persconferentie in zaken het crisisbeheersingsplan. Om dit te bewerkstelligen heeft de president de commissie Diaspora-fonds Diaspora-kapitaal ingesteld. Hij laat weten dat deze commissie gevormd wordt door diverse deskundigen uit Suriname, maar ook van de diaspora. Hiermee wil de president ervoor zorgen dat middels goede projecten het diaspora-kapitaal naar Suriname komt. Het heeft lang geduurd, 2 maanden geduurd, met deskundigen van Suriname, mensen in de financiële wereld, mensen in de bankaire wereld, met mensen in de diaspora. En dan gaan we vanaf vandaag dat formaliseren. Dat er een goed fonds komt, goed beheer komt, goede structuren komen, goede voorlichting komt. Hoe gaan we het geld hier brengen, onder welke wettelijke voorwaarden? Welke zijn de randvoorwaarden? En ik heb het in ieder geval duidelijk aangegeven in mijn resolutie voor 3 maanden. Ik wil niet te lange discussie hebben. Deze discussie wordt al jaren gevoerd. En nu moet het uitgevoerd worden. En dan zien we namelijk inderdaad dat kapitaal daar ligt. Waarvoor men 0% of negatieve rente krijgt. Met goede projecten aan deze kanten. Met goede mogelijkheden die we ook aan het uitwerken zijn. Op het gebied van obligaties. Maar ook andere vormen van beleggingen, dat we in ieder geval het aantrekkelijk gaan maken zodat dat kapitaal hier naar Suriname gekanaliseerd kan worden, zodat we over goedkoop kapitaal kunnen beschikken voor onze samenleving. President Chandrika Prasad Santokhi afgelopen donderdag in de congreshal. Hij sprak over de stand van zaken rond het crisisbeheersingsplan van de regering.